Ik ben Sjors Looijenstein. Ik ben werkzaam vanaf 1989 bij het bedrijf. 80% van onze klanten is bloemblokkweker. Daarnaast wat veehouderij, wat akkerbouw en wat landwerkers. Wij denken klaar te zijn voor de toekomst. Wij hebben jaren al aan ons magazijn gewerkt, voorraadbeheer en dergelijke allemaal geautomatiseerd. En, waardoor we ook heel makkelijk kunnen bestellen en makkelijk voorraad kunnen houden en ook op voorraad hebben voor de klanten. Wij hebben dus heel veel veranderd ten opzichte van vroeger. We hebben hier vooraan hebben wij allemaal de delen neergelegd die ook met het shop gerelateerd zijn. Pakdelen voor klanten, lopen, pakken, wegwezen, klaar. Achteraan leggen de delen weer voor de tractoren, voor de monteurs die daar weer weg kunnen pakken. Dus we hebben die deling simpeler gemaakt, makkelijker gemaakt, dingen bij elkaar gebracht. Doordat het geautomatiseerd is, is het ook simpeler te pakken, maar ook weer simpeler bij te bestellen. Ons systeem genereert zelf opnieuw een bestellijst. Twee keer in de week draaien we die uit en dan wordt hetgeen wat er gebruikt is automatisch weer aangevuld. De goede inzicht in de voorraad kunnen mijn klanten sneller en beter helpen. Zo hebben we altijd de juiste spullen op voorraad voor een onderhoudsbeurt of reparaties. En naast het magazijn proberen we ook in de werkplaats goed te investeren in kennis en opleidingen en materieel. Opleiding wordt steeds belangrijker omdat de techniek van de tractoren ook steeds ingewikkelder wordt. In de eerste instantie is iedereen altijd sceptisch, maar uiteindelijk, nu iedereen het ziet staan, zeggen we allemaal van zo, dat is best geworden wat we graag wilden. Het investeren in de tevredenheid van de medewerkers zorgt ervoor dat we in de toekomst ook de klanten goed kunnen helpen. Hier in de werkplaats zijn we altijd aan het optimaliseren qua gereedschappen en benodigdheden. Dat werkt gewoon heel prettig en dat is voor iedereen wordt het makkelijker en sneller. En we proberen in het bedrijf altijd gestructureerd te werken en alles goed op te ruimen en netjes te houden. Zo kun je overal tegelijk in de gang. Beneden zijn we helemaal klaar, maar boven hebben we een aanvang gemaakt. En we nu denk ik 20% echt ook alweer naar ons zin. Maar die andere 80% moet nog. Door het makkelijker neer te leggen, beter neer te leggen, is de efficiëntie omhoog gegaan. Snappen de monteurs beter waar spullen liggen. En dan kunnen we het veel makkelijker oppakken en toch weer verhandelen. En uiteindelijk is het zo dat de behoefte van de klant onze ontwikkeling bepaalt. Ik heb daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Het planten van bollen doen we al jaren met een voorlader en een bunkerdak. Maar een laatst wat we nu weer ontwikkeld hebben is een ondergrondwoeler waar we middelen bij kunnen voegen die geen chemie met hem meebrengen. Dus dat is weer een nieuwe trend in de bollenteelt om minder spuitmiddelen te gaan gebruiken. Het optimaliseren van het magazijn en de winkel is gewoon een proces wat nooit stopt. Dat gaat alleen maar verder. Dat houdt nooit op.